Bedrijven, mensen en de overheid, allemaal hebben ze hele goede redenen om klimaatmaatregelen nog eventjes uit te stellen. Zelfs als er gewoon een positieve business case is. Want dan kan het nog steeds verstandig zijn om nog heel even te wachten. Financieel gezien, bijvoorbeeld technologie als zonnepanelen worden elk jaar beter. En dus zijn de afgesproken doelen in gevaar. Daarvoor waarschuwt Martien Visser in een column op de website Energiepodium. Martien Visser is bij ons. Hij is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool Groningen en manager corporate strategy bij GasUnie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En er is ook Frits de Groot, strategisch beleidsadviseur energie en klimaat bij VNO-NCW, ook te gast bij ons. Welkom, meneer de Groot. Goedemiddag. Goedemiddag. Even beginnen met jou, Martien. We hebben een beetje haast natuurlijk met het klimaatbeleid, op zijn zachtst gezegd. Hoe kan het dan verstandig zijn om allerlei klimaatmaatregelen maar te blijven uitstellen? Nou, dat kan bijvoorbeeld omdat je heel onzeker bent over de toekomst. Worden batterijen veel goedkoper, u zei het al. Maar ook bijvoorbeeld komen er misschien nieuwe maatregelen van de overheid die een business case die nu heel aantrekkelijk lijkt plotseling om zeep kunnen helpen of nog beter kunnen maken. Ja. Dus, en die gegeven, die onzekerheid, ja, dat maakt uit aan tot, ja, tot voorzichtigheid bij besluitvorming. Ja, dus dat was een beetje, hè, neem zonnepanelen, oh oeps, de salderingsregeling gaat eraf. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld, ja. Ja, maar vaak ook, hè, als je dan een business case rondrekent, waarvan je denkt van nou, dit is gewoon in kannen en kruiken, dit gaat me geld opleveren. Hè, ik noem maar eens iets met een warmtepomp. Dan toch wachten mensen nog af. En u zegt ook, het is dan ook best nog wel verstandig om af te wachten. Hoe zit dat dan? Ja, in veel gevallen wel. Nou ja, stel je voor dat er plotseling subsidie komt op warmtepompen bijvoorbeeld. Er was sprake van een verplichting dat iedereen de cv-ketel wilde vervangen, een warmtepomp moest nemen. Mm-hmm. Nou, het nieuwe kabinet heeft gezegd, dat doen we niet. Nou ja, stel je voor dat er subsidie komt, in plaats daarvan. Dus waarom zou je niet even wachten? Ja. Het geldt ook voor de hele warmtepompsector zelf. Want die hebben flink geïnvesteerd in de uitbreiding van capaciteit. Ja, en vervolgens besluit de overheid dat die verplichting niet doorgaat. Dus je neemt voortdurend risico's eigenlijk. Die wil je liever niet nemen. Nee, maar ja, aan de andere kant, dan gebeurt er natuurlijk nooit wat. Als je de hele tijd maar afwacht of er misschien een subsidietje hier komt of een onzekerheidje daar. Ja, dan neem je dus nooit die zonnepanelen. Nee, nou ja, dat zie je ook wel. Hè? De onzekerheid van de salderingsregeling. Je ziet nu al dat de sector zegt van we verkopen veel minder panelen dan eerder. Ja. En ja, de terugleververgoeding, gaat dat door, wordt het groter enzovoort. En dat geldt niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven en ook voor de overheid zien we. Ja, maar is het ook niet een beetje van, zodra het meteen eigenlijk wat oplevert in de portemonnee, is het wel degelijk interessant. Ik noem maar eens iets met het isoleren van je huis. Waarvan je meteen denkt, nou, mijn gasrekening gaat omlaag. Dat is toch, zou je zeggen, een aardige stimulans om daar meteen geld aan uit te geven. Dat klopt. En bovendien weten we ook wel vrij zeker dat aardgas duur blijft. Dus daar is veel minder onzekerheid. Ja, en ziet u dan ook dat wordt misschien, uitgesteld? Misschien mag ik daar. Ja, zeker. Misschien kan ik daar nog een kleine aanvulling op doen. Want er wordt nu een beetje de sfeer gewekt dat bedrijven bewust maar uitstellen en vertragen. Maar het is wat Martien Visser ook zei. Er is natuurlijk een enorme onzekerheid. Hè? Stel, jij hebt als bedrijf een elektrische warmtepomp besteld. Mm-hmm. Of wil je gaan bestellen. Dan moet je wel zeker weten dat die kabel er is. En dan moet je ook wel zeker weten dat je dus bent aangesloten, maar ook dat er voldoende groene stroom beschikbaar is. Mm-hmm. En zolang je dat niet 100% zekerheid hebt, kun je die grote investering niet doen. Hè? Ja. Want je zal maar meemaken dat je die warmtepomp geïnstalleerd hebt en je hebt nog geen stroomaansluiting. Dan staat je fabriek wel stil. Ja. En dan is het snel gebeurd. Dus bedrijven willen het liefst zo snel mogelijk die vernieuwing doorzetten. Mm-hmm. Alleen, ze nemen daarbij risico's, maar het moeten natuurlijk wel verantwoorde risico's zijn. Ja, precies, het is niet even een kwestie van een paar nieuwe ledlampjes erin draaien in plaats van jouw spaarlampen. Nee. Dit zijn echt significante veranderingen in bedrijven. Nee, maar Frits, we hadden het inderdaad zowel over de consumenten, dus ook jij en ik met ons huis, waarvan we denken, zullen we nou wel die zonnepanelen doen of die warmtepomp en dat isoleren? Als inderdaad bedrijven, maar ook de overheid zelf. Aan de andere kant, Frits, kan je ook zeggen, ja, weet je, zeker bij ondernemers, onzekerheid hoort er ook een beetje bij. En we hebben met z'n allen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om het te fixen. Dus ja, je kan wel blijven wachten tot je 100% garantie hebt. Maar dat is ook niet echt de type ondernemerschap, toch? Nee. Ondernemen is altijd risico nemen, maar het zijn natuurlijk wel gecalculeerde risico's. Kijk, jij kan het risico nemen van dat je niet zeker weet of jouw product bij de klant gaat aanslaan. Mm-hmm. Hè? En dan maak je meer reclame of je gaat het nog meer stimuleren, whatever.
Dat is een gecalculeerd risico. Maar als je onzeker bent of de vergunning wel loskomt voor de nieuwe kabel die je nodig hebt om je warmtepomp elektrisch. Ja, dat is een risico wat je als ondernemer niet kan nemen. Nee. Want je kan moeilijk je personeel naar huis sturen en je klanten teleurstellen omdat je geen aansluiting hebt gekregen. Nee, dat snap ik. Maar dat zijn risico's waar je ondernemers niet mee kunt opzadelen. Nee. Maar dat snap ik. Maar Martien had een aardig voorbeeld in zijn column. Bijvoorbeeld over zonnepanelen. Dat het business case is rondgerekend. Je weet dat je met zonnepanelen gewoon goed bijdraagt aan de energietransitie. En ook waarschijnlijk je geld overhoudt in de portemonnee. Maar toch is het dan dat veel bedrijven ook blijven wachten. Van ja, maar volgend jaar is het misschien wel 20% goedkoper. Of werken die panelen 20% beter. Dus toch nog even wachten. Zie je dat ook? Nee, nou, bijvoorbeeld zonnepanelen niet. Daar zie ik nu meer het probleem dat zonnepanelen dus zoveel stroom leveren dat het net dat niet aan kan. En dat ondernemers die nog niet geïnvesteerd hebben in die zonnepanelen nu denken, ja, wacht even, straks heb ik ze en kan ik ze niet gebruiken omdat ik die stroom niet kwijt kan op het net. Maar voor andere investeringen die dat niet. En ik zou het eigenlijk om willen draaien van wat kunnen we er nou aan doen om al die onzekerheden weg te nemen bij die ondernemers en ook bij de burgers. En dan is denk ik dat de overheid veel meer actie moet nemen om ervoor te zorgen dat problemen als netcongestie, het langlopen, het langduren van vergunningen, dat versneld komt. Een beetje meer een burgemeester in oorlogstijd mentaliteit. We hebben er allemaal belang bij dat dit snel gaat. We willen dit ook snel. Mm-hmm. Dan moeten we ook gezamenlijk zeg maar alles uit de kast halen om het ook zo snel mogelijk voor elkaar te boksen. Ja, en wat zou je dan concreet willen horen van de overheid? Want onzekerheid, ja, daar houden bedrijven niet van. Maar hoe kun je die verminderen? Nou, ik zou graag van de overheid willen horen dat ze vergunningen veel sneller gaan verlenen. En dat ze ook veel meer initiatief nemen om als er allerlei vertragingen zijn, omdat bijvoorbeeld andere overheden niet snel genoeg hun huiswerk af hebben, dat dan die vergunning toch doorgaat. Hè, dat die dan op die manier toch verleend wordt. En dat we niet het hele trage vergunningsproces als een soort nieuw gewoon gaan beschouwen. Mm-hmm. Maar dat is echt ongewoon. En dat we er bijvoorbeeld op het gebied van die vergunnings echt naar gaan streven. Binnen een paar jaar vergunning af en hup doen. Nou, ten aanzien van het oplossen van die netcongesties, idem dito. Ook daar zie je dat er gewoon veel meer haast gemaakt kan worden. Alleen ja, je moet dan wel, kijk even naar de Olympische Spelen recent. Hè. Je moet dan ook echt wel zo'n mentaliteit hebben van we gaan het fixen. Ja, en die hebben ze daar wel. Dat mag nog wel ietsje meer bij de overheid, zegt u. Ja. Maar misschien mag het ook wel een beetje meer bij de bedrijven zelf, Martien? Ja, het geldt voor iedereen. Ik noem in mijn column ook een aantal bedrijven die hun nek hebben uitgestoken. En vervolgens geconfronteerd zijn geworden met overheidsbesluiten. Waardoor hun business case om zeep werd geholpen. Ja, noem dat eens dat voorbeeld is. Ja, ik heb bijvoorbeeld genoemd het voorbeeld van Vattenfall, Shell en Eneco. Die hun nek uitstaken voor het eerst zonder subsidies een windpark op zee te bouwen. Mm-hmm. En vervolgens kwam de overheid een paar jaar later, toen ze druk aan het bouwen waren, met het besluit om maar plotseling 10 gigawatt, dat is enorm veel, concurrerend vermogen bij te plaatsen in korte tijd. Mm-hmm. Ja, op het moment dat dat dan waait, dan komt de windstroom onze oren uit en gaat de elektriciteitsprijs en de opbrengst dus ook van die windmolens, die gaat naar nul. Ja. Dus dat is een enorme tegenvaller waar die bedrijven zeker niet op gerekend zullen hebben. Toch, Martien, als we dan kijken, er wordt nu ook een beetje naar bedrijven gekeken van investeer nou en dat soort zaken. Maar is het ook niet gewoon zo, nou, als je het als overheid wil, verplicht het dan gewoon. Nou, dan doen ze het vanzelf wel. Maar we hebben nu ook gewoon een overheid die het eigenlijk niet wil. Dus kan je het dan de ondernemers kwalijk nemen dat zij denken, nou, we gaan gewoon wel door, want de overheid wil het sowieso niet. Ja, nee. Ja, dat is ook het bijzondere. Het zijn niet alleen de ondernemers, het zijn niet alleen de burgers, maar het is ook de overheid zelf die eigenlijk toegaat dat haar eigen projecten de vertraging ingaan. Er zou een pijpleidingcorridor komen van Rotterdam naar Limburg, zodat de Limburgse industrie kan verduurzamen. Nou, die is plotseling 4 jaar maar liefst uitgesteld. Ja. Groningen, ik kom uit Groningen, die zit met smart te wachten op de aanlanding van windstromen boven de Waddeneilanden. Nou, geen idee wanneer dat gaat komen, maar voor 2030 zeker niet. Nee. En nou, de warmtewet is ook zo'n voorbeeld. De overheid moet alleen die wet gereed maken en door de kamers jagen. Nou, al jaren zijn we aan het wachten. Ja, logisch dus dat bedrijven dan zeggen,
ik stop even met mijn investering. Ja. Want ik wil eerst weten waar ik aan toe ben. Maar Frits, is dit niet ook een beetje evident aan de democratie waarin we leven? Waarin we elke, met mazzel 4 jaar een nieuw kabinet hebben. Maar het is vaak nog sneller. Van links tot rechts wordt gestemd. Soms even in het midden. Ja, het is natuurlijk iedere keer dat je een bepaalde onzekerheid hebt. Of er bepaalde maatregelen worden doorgevoerd. Of juist worden om zeep worden geholpen. Ergens moet je natuurlijk ook als bedrijf doorpakken. Dat is waar. Aan de andere kant, kijk, dit is gewoon Europees beleid. Min 55% in 2030. Nieuwe kabinet heeft zich daar ook al aan gecommitteerd. Dus dat gaat gewoon door. Mm-hmm. Het gaat hier niet om beleid, maar het gaat hier om uitvoeren. Doen. Just do it. En dat is een beetje waar we blijkbaar in Nederland op deze terreinen niet goed in zijn. We zijn bijvoorbeeld wel heel goed in zon op dak. Daar zijn we koploper in Europa. Wind op zee doen we ook ontzettend goed. Aantal elektrische auto's. Gelukkig gelijk met Noorwegen zijn we de top van Europa. Nou, laten we zo'n spirit en mentaliteit ook creëren voor de industrie. Dat we dus echt gewoon daar echt een speerpunt van maken. En vooral die uitvoering blijven drukken. Zorgen dat ieder hobbeltje onderweg, waar de overheid wat aan kan doen, dat door de overheid wordt weggenomen. De plannen van de industrie liggen klaar en tellen op tot een enorme hoeveelheid CO2-reductie. Maar de bedrijven moeten natuurlijk wel die plannen kunnen uitvoeren. En wat ik zeg, gecalculeerde risico's kunnen nemen. En geen onzekerheden hebben van krijg ik die kabel wel. En ja, krijgt mijn concurrent misschien wel een kabel en ik niet. Dat soort dingen. Precies. Daar moeten we vanaf. Martien, jij hebt ook een oplossing om een beetje van het uitstelgedrag af te komen. Jaarlijks rapporteren, leg uit. Ja, er wordt jaarlijks door het Planbureau Leefomgeving een rapport gemaakt. De klimaat- en energieverkenning. En het zou misschien geen gek idee zijn om de ambities die her en der worden gemaakt in Den Haag, om die te analyseren. Gaat die uitkomen en niet of niet? En direct boter bij de vis op het moment dat die ambities in gevaar komen, met een maatregelenpakket te komen. Ja, heb je wel ook wel eerlijke politici nodig die wel de vinger op de zere plek durven leggen. Ja, wat dat betreft, dat ook de overheid is de grote aanjager van de energietransitie. En ook in zekere zin verantwoordelijk voor het spelslagen daarvan via wet en regelgeving. De uitvoering gebeurt heel veel door marktpartijen. En ja, die moeten daartoe in staat worden gesteld. Maar misschien het allerbelangrijkste is nog wel dat we goed beseffen met elkaar dat voor allerlei individuele projecten en spelers geldt, uitstel is goed. Terwijl het totaal vraagt om haast, grote haast. Helder. Dank jullie wel. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool Groningen. En Frits de Groot, strategisch beleidsadviseur energie en klimaat bij VNO-NCW. Ja, slecht nieuws voor Blokker, want de winkelketen dreigt weer in geldnood te komen. Daar schrijft het FD vandaag over. En onze collega Jan Braaksma die vertelt over een paar minuten wat Blokker nog kan doen om overeind te blijven.